Oh, ja, hij staat heel even halt, deze feel-good VO, de Westfaler. Van Franciscus onder João Victor Marcari Oliva, deze Braziliaan. Ja, en ik blijf het wel een leuk paard vinden om naar te kijken, hoor, deze feel-good. Maar vandaag had hij toch wel ietsjes te veel spanning voor echt een topscore. En ja, daardoor slopen er een paar foutjes in die kuur, maar vooral ging het ja, ten koste van een beetje het makkelijke, moeiteloze beeld. Door die spanning ook een beetje moeite met de lengtebuiging, het mooi op lengte houden in de aanleiding. Dus ja, de buiging in die appiëmenten, de stap die wat gespannen bleef, de sprong in galop die daardoor een beetje verloren ging. En zo heb je heel veel kleine dingetjes in die kuur die daar een beetje doorheen sluipen. En dan laat hij aan het einde toch wel weer echt een geweldig mooie Piaf Passage Tour zien, waarin het publiek ook enthousiast en gretig meeklapt hier in Aken in dit Deutsche Bank Stadion. En deze Feel Good, die inmiddels 12 jaar is, nog niet super ervaren. Maar ja, een paar spanningsdingetjes dus vandaag in de kuur, zonder echt grote fouten te maken.